Kimberly Wenas en in de serie Dreams Money Can Buy ga ik met prominente Rotterdammers langs verschillende toffe kledingwinkels om te laten zien dat Rotterdam ook een modestad is. In deze aflevering neem ik jullie mee naar een stylingsessie met Sammy Sedano. Sammy Sedano is een creatief ondernemer en artiest en onmisbaar in Rotterdam. Ik vind het heel tof om te zien dat mensen hun dromen achterna gaan. En dat zie ik heel erg bij Sammy. En ik herken mezelf daar ook in. En daar hebben we ook allebei hetzelfde raakvlakte. En we hebben ook allebei dezelfde intenties. En vandaar is de connectie er ook al meteen. En dat vind ik heel belangrijk in mijn werk. Dat er connectie is en dat we dezelfde drijfveren hebben. Daarom vind ik het heel tof om Sammy voor deze stylingsessie te gaan stylen. Hoe gaat het met je? Gaat goed. Ik kan lekker doen wat ik wil. Dus voor mijn muziek bezig. Mm-hmm. Bezig met mijn album. Komt dit jaar ook uit. Top. En daar komen ook heel veel dingen, randzaken bij kijken, zoals video's, shoots. Een stukje beetje moodboards maken van hoe weet je dat de show eruit ziet. Dus daar ben ik echt wel druk mee. Heel ja. Nice. Styling heb je nu wel echt nodig de komende periode voor je projecten. Ja, ik ben wel zo iemand die ik hou van heel veel dingen zelf te doen. Mm-hmm. Maar ik merk wel als je iets goeds wilt, dat je het dan toch aan de experts over moet laten. Ja. Dus ik ben wel benieuwd wat je voor me hebt dan. Ja, dan laten we een rondje gaan maken en dan ga ik even een outfit voor jou samenstellen. Oké, tof. Kom maar. Wat draag je het liefst in de videoclip? Gewoon ook wel heel simpel of... Mag wel wat experimenteler dan gewoon zeg maar dagelijks. Vind je prints tof? Ik wil het wel proberen, maar als ik zo kijk, zou ik niet zeggen dat dat iets van deze mij is. Deze is een rockstar. Ja. Maar ja, het is, ik heb wel zoiets van, als ik het nooit heb gepast, weet ik niet of het me staat. Ja, we moeten toch wel even proberen wat werkt. Even kijken. Ja, dit is echt jaren 90 vibe, hè? Maar hier wel gek, is wel tof. Ja. Maar misschien een beetje te overdreven. Hij is wel too much, maar video's mag altijd iets weer over de top, vind ik. Maar zoals deze trui vind ik wel heel nice eigenlijk. Ja, die is nice. Ik denk dat het ook wel... Je dromen achterna, hoe doe je zoiets? Je gaat je dromen achterna door als eerste, en dat is volgens mij, nou niet volgens mij, het is de allerbelangrijkste, om in jezelf te geloven. Van daaruit ga je eigenlijk... organisch en stapgewijs ga je handelen om je dromen te rijken, zeg maar, of te pakken, achterna te gaan. Door gewoon te doen. Niet onzeker zijn. En als je even onzeker raakt, probeer dan even afstand te nemen en dan vervolgens jezelf weer te herpakken. En dan weer doelgericht te werk te gaan. Maar wat is dit? Is dit ook een, zoals die M of die L? Dit is een M. Is dit een M? Ja. Wat normaal draag je? L. L. Maar ik heb zelfs nog een paar keer met kleding gehad dat het voor deze XL is. Ja, sommige fit is altijd anders. Het is altijd hoe het model is en welke merk. Dat speelt allemaal mee natuurlijk. Is het ook met waar het merk van welk continent het vandaan komt? Bijvoorbeeld uit Azië of uit Europa? Ja, Azië. Volgens mij Azië en Europa. Het is een mix hier. Wat ze hebben. Maar wat jij nu aan hebt is volgens mij... uit Azië. En merk je ook verschillende maten tussen bijvoorbeeld Europese merken en Aziatische merken? Aziatische merken zijn heel erg klein. En Europese maten
Ja, Franse maat is ook wel heel klein, maar het, nogmaals, het verschilt elke keer per designer. Ja. Per model, per fit. Dus ja, dat is. Ja, het staat je goed. Ja, wel cozy. Beetje winter-vibe. Ja, toch? Ja, maar die kleuren passen ook heel mooi bij jou, ja. Vind ik. Dank je. Hoe zou jij je stijl omschrijven? Goede vraag. Ik denk simpel. Toch wel ja, eigen. Misschien een beetje gentleman af en toe. Mm-hmm. Toch wel met invloed vanuit de street of zo, streetwise. Ik kan het krekken. Ik slang heb de formule. Mijn nek komt van de jeweler. Ben clean tot aan de schoenen. Die nieuwe doen, maar dat is oké. Slang heb de formule. Mijn nek komt van de jeweler. Sammy's stijl zal ik omschrijven als ja, heel clean. Eigenlijk ook wel heel simpel, maar toch wel dat het past bij hem. Dus meestal zie je Sammy meestal in een jeans of in een pantalon. En dan met een wit t-shirtje. En hij heeft altijd een kettingje om. Dat is eigenlijk een beetje zijn signature. Voor videoclips. Of voor evenementen waar, die hij moet hosten, dan is hij natuurlijk gekleed op de gelegenheid. Dus meestal dan wat speelser of wat ruiger. Dus afhankelijk van het concept. Maar overal is zijn stijl gewoon heel clean. Thanks dat je er was. Ja, dankjewel voor de invite. Yeah. Dat was leuk. Thank you. So. Ja, I like it. Beetje pluizig alsof ik een hondje heb. Maar, leuk. Mijn droom is om te doen waar ik gelukkig van word. Of waar ik geluksmomenten van kan krijgen en te creëren. En dat is in styling, maar dat is ook in het inspireren van andere mensen. Door het delen van mijn verhaal. Om ze ja, extra kracht te geven. In mijn vorm, dus op mijn manier. En dat is eigenlijk wat mijn dromen zijn. En dat voor altijd blijven doen zolang ik leef. Dreams money can't buy. Dreams money can't buy. Dreams money can't buy.